We zijn weer thuis en we moeten over 3 kwartier weg. Dus ik zou tegen Sarah zullen even een puzzel, maar het is een spelletje geworden. Dus we gaan Memory spelen. Welkom bij een nieuwe vlog. Het is dinsdag. En ik moet even snel een boek opschrijven. Ik moet nog ontbijten. En we moeten over 2 minuten de deur uit. Ik heb vannacht weer echt heel slecht geslapen. Mijn Lies gaat een stuk beter. Maar als ik 's nachts draai, dan wil dat vaak nogal pijn doen. Want dan doe ik het toch niet op de goede manier. En dat wil ik dan nog best wel voelen. Dus ja, ik ben wel moe, zeg maar. En ik zit echt te twijfelen. Ik ga zo Sarah naar school brengen. En misschien dat ik daarna dan nog heel even ga liggen. Want het worden nu wel heel veel nachten na elkaar dat ik slecht geslapen heb. Al vanaf zaterdag. En dan heb ik ook echt slecht geslapen. Dus dat ik misschien een 2-3 uurtjes slaap op een nacht kom. En ik kan best wel goed tegen weinig slaap. Ik slaap ook echt niet heel veel. Maar er zijn ook grenzen. En dit is wel een beetje mijn grens, zeg maar. Zelfs op school, maar echt. Ik drink mijn thee en ik ga eerst even slapen. Want echt, ben ik kapot. Sinds zaterdagnacht slecht geslapen. Dus zaterdag op zondag, zondag op maandag, maandag op dinsdag. Ik denk dat ik in die 3 nachten minder heb geslapen dan dat ik normaal op 1 nacht wel minimaal nodig heb. Dus even gewoon een klein inhaalmomentje. Die is echt heet nog. Nou, dat heeft me wel goed gedaan. Ik heb niet heel lang geslapen, maar gewoon even een powernap. Oh, en ik voel me wel even iets frisser. En ik ga weer thee zetten, uiteraard. En dan lang leven het huishouden. Okay. Ik heb trouwens deze gekregen. En dit gaat Sarah te grappig vinden. Dus deze gaat strakjes de auto in. Tijd vliegt als je bezig bent. Ik mag Sarah weer uit school halen. En ik bedacht me dat ik helemaal niet heb laten zien wat ik aan heb vandaag. Ik heb dit shirtje aan van Envy. Een mile high spijkerbroek. Van Levi's en mijn schoenen van Bata. Ik vind deze altijd zo mooi gesneden aan de voorkant van de voet. Dus ik ben hier helemaal gek op. En ik zat eerst te denken of ik ga lopen. Een fiets vind ik echt nog geen fijn ding op dit moment. Maar ja, ik heb eigenlijk geen zin om te gaan lopen. Dus ik denk dat ik toch voorzichtig ga fietsen naar school. Ik heb vanochtend ook een stukje gefietst. Ja. We zijn weer thuis en we moeten over 3 kwartier weg. Dus ik zei tegen Sarah, zullen we even een puzzel, maar het is een spelletje geworden. Dus we gaan Memory spelen. Dat is wel leuk, deze hebben we nog eens gedaan. Het is een houten stukje. Schatje, ik vind het heel leuk, maar als je ze een klein beetje van elkaar aflegt. Kan je ze wel makkelijker pakken. Juist, dan kan je ze goed draaien. En leg ik er ook een paar naast. Nee! Hoeveel stukjes zijn het? 28. Ja, dat is wel een moeilijke deelsom voor jou. Dan kan je vlak een beetje gelijk maken. En dan kan je het ook beter onthouden. Het is wel makkelijk, want op de achterkant, ik zal even niet kijken wat erop staat voor plaatje, staat de tekst. Dus dan liggen ze ook allemaal recht gelijk. Dat is niet bij alle memories. Soms heb je een patroontje dat dan alle kanten gelijk is. Ik zou er ook nog een rijtje naast leggen. Eigenlijk. Ach, zo.
En de poepie hangt. We zijn iets heel interessants aan het kijken. Bas zit er helemaal in. Hè, Bas? Maar ik vind het wel interessant. Dit gaat over achterstandswijken. En al het geweld en drugsgebruik daar. En jij zit er helemaal in, hè? Ja. Nou, de gezellige mannen zijn weg. Dus ik ga nog even editen. Ik ga deze denk ik niet helemaal afkrijgen nu. Maar dit is de laatste. Dus wel die ik eigenlijk vandaag moet doen. Dus als ik die voor de helft af heb. En morgen de andere helft met de vlog die ik nu aan het schieten ben. Dan ben ik weer helemaal bij. Ik heb het editen bijna afgekregen. En nu zit ik aan een theetje. Ik zat te denken, het is eigenlijk een soort ritueeltje geworden. Dat ik altijd dan voor het slapen nog een thee wil of zo. Ik weet niet, als ik het dan heel soms niet doe, dan ga ik ook echt naar bed en dan mis ik iets of zo. Maar het is eigenlijk echt heel grappig dat je dan zo aan gewend bent. Ja, ik weet niet. Het voelt gewoon een soort van oncompleet. Dus ja, net als, weet je, dat je als je tanden niet zo poetst of zo en dan echt in bed ligt. Ik heb het wel eens, dan ben ik zo druk bezig en dan ga ik mijn bed in. Dan denk ik, hé, ik heb mijn tanden niet gepoetst. Maar sowieso wil ik mijn tanden poetsen. Maar als ik het over zou slaan, dan kan ik gewoon niet slapen omdat er iets mist dan of zo. Ik kan dat niet uitleggen en dat heb ik ook met mijn make-up eraf halen. Moet er gewoon af, want anders is het niet compleet of zo, of niet af. En dat heb ik dus ook met thee. Het is echt een soort bedgaritueel geworden of zo. En ook als ik een keer, ja, dat is in deze periode niet heel erg van sprake. Maar als ik dan laat thuis kwam. En dan eigenlijk gelijk mijn bed in wil en dan toch nog even thee gaan zetten en een bakje drinken. En even gewoon een soort afsluitritueeltje hebben of zo voor het naar bed. En ik moet wel zeggen, ik doe het daar wel goed op. Het slapen gaat dan wel beter of zo. Een soort, ja, nachtritueeltje of zo. Maar ja, aan de andere kant, bij kinderen doe je dat ook vaak. Heb je ook vaak een slaapritueel. Dus, en jullie, hebben jullie een ritueel of zo, of gewoontes voor het slapen, dat je het echt mist als je het niet doet, zeg maar. Dat het dan ergens toch niet goed voelt. Ik vind dat altijd wel heel erg leuk om te weten hoe andere mensen dat doen. Dus laat die onder even weten en dan kan ik dat allemaal even lezen. Ook al reageer ik tegenwoordig minder, omdat ik gewoon merkte dat ik daar heel veel tijd aan kwijt was. En dat als er echt vragen voorbij komen, ik ze ook gewoon in de vlogs kan beantwoorden vaak. Ja, dat vind ik gewoon eigenlijk leuker dan onderreageren. Maar ik lees wel echt alles. En dat vind ik ook echt heel leuk. Alleen, ja, het ging me gewoon in de weg zitten om altijd alle berichtjes in tekst eronder te beantwoorden. En ik vind het ook leuker om dingen gewoon eigenlijk op beeld te vertellen. Dus ja. En nu ga ik weer lekker mijn bedje in. Dus ik wil je bedanken voor het kijken. Vergeet niet een duimpje en een leuke reactie achter te laten. En ben je niet geabonneerd, klik er even op abonneren hieronder. Vind ik helemaal leuk. En natuurlijk hoop ik je morgen weer te zien. Doei doei!